We staan hier voor het oude gemeentehuis in Vledder, waar het Museum Valse Kunst is gehuisvest. Wij vertellen de bezoeker hoe een vervalser te werk gaat en we laten ook werkstukken van de vervalsers zien, met daarnaast een afbeelding van het origineel. Daarnaast hebben we een unieke glaskunstverzameling en tonen we Drentse kunst van bekende Drentse schilders. In ons museum tonen we drie van Nederlands meest bekende vervalsers. Met name Robert Driessen, die bekend is van het vervalsen van Giacometti. Geert-Jan Jansen, bekend van het vervalsen van vele grote meesters, zoals Karel Appel en Picasso. En Han Vermegeren, die bekend staat om het vervalsen van Vermeer. Vermegeren was actief in de Tweede Wereldoorlog en dreef handel met de Duitsers. Met name Göring was een kunstliefhebber en daar heeft hij heel veel vervalsingen verkocht. En toen de collectie van Göring ontdekt werd, bleek dat Vermegeren een aantal werkstukken had verkocht aan Göring. En dat is een vorm van collaboratie en op collaboratie staat 12 jaar gevangenisstraf. Maar Vermegeren wist ook dat op vervalsen maar 2 jaar gevangenisstraf stond. Dus koos hij eieren voor zijn geld en heeft bekend dat hij die schilderijen zelf gemaakt heeft. Maar dat werd niet geloofd. Tijdens het proces moest Vermegeren aantonen dat hij een Vermeer kon schilderen. Dus in de gevangenis kreeg hij al zijn attributen en heeft hij een Vermeer geschilderd. En uiteindelijk hebben ze hem geloofd en kreeg hij 2 jaar gevangenisstraf. Hij heeft er maar 1 jaar van uitgezeten, want hij is op 58-jarige leeftijd overleden. Het museum is opgericht door Henk en Erna Plenter. Ze hebben in die tijd een Matisse gekocht bij een gerenommeerde kunsthandel. Wat achteraf bleek dat hij van Geert-Jan Jansen was. Vals dus. Geert-Jan Jansen heeft heel veel appels gemaakt. Het werk was zo goed dat zelfs Karel Appel zijn werk als zijn eigen werk bestempelde. Vandaag de dag schildert hij nog steeds, maar wel in zijn eigen stijl. Vervalsen, dat doet Geert-Jan Jansen niet meer. Een andere meestervervalser waar we aandacht besteden in dit museum is Robert Driessen. Robert Driessen vervalste voornamelijk werk van Giacometti. In 1980 kwam hij in het bezit van een bronzen afgietsel van een beeldje van Giacometti. Hij maakte het bronsgieten eigen en maakte naar schatting 1300 beeldjes, welke hij in Duitsland heeft verkocht. Zijn verweer was, ik heb het altijd goed gedaan, want hij zette keurig zijn naam onder de tekeningen. Maar bij de beeldjes produceren zat hij fout en daarom is hij opgepakt. Waar kan je nou valse kunst aan herkennen? Wij gaan van een aantal dingen uit. Een oud schilderij op een nieuwe lijst, je draait het om en je herkent het. Een steendruk, nagemaakt, maar dan vergeten dat je eigenlijk in spiegelbeeld iets moet maken. Dit is zoals die origineel hoort te zijn en dat is een vervalsing, makkelijk te herkennen. Wat we ook vaak zien is dat de vervalser iets te gehaast te werk gaat en de naam niet goed spelt. Dus dan zie je het al, de ondertekening klopt niet. Wat ook gebeurt is dat een uitgave in een boek wordt verkocht, maar als je de platen apart verkoopt, dan brengen ze wat meer op. Wil je nu zeker weten of je een origineel of een vervalsing in je handen hebt, ga naar een taxateur. Die kan je vertellen of het een echte is of een vervalsing. We hebben niet alleen namaak in ons museum, maar ook een waardevolle collectie glaskunst uit diverse Europese landen, zoals Frankrijk, Italië, Polen en Tsjechië. In het verleden werd getest of de oven de juiste temperatuur had door een proefglas te maken. Dat zijn deze glazen met een deuk erin. Bleef het glas heel na afkoeling, dan wist men dat de oven op temperatuur was. Men dronk er wijn uit en de maestro gooide het glas over zijn schouder als teken dat de werkdag kon beginnen. Toen werden ze weggegooid. Tegenwoordig is het een collectors item en betaalt men er geld voor om zo'n mooi uniek stuk te krijgen. Deze glazen bol is een specialiteit uit China. Wat is er dan zo bijzonder aan? Hij is hol van binnen en hij is van binnenuit beschilderd met een heel klein penseeltje onder een hoek van 90 graden. Naast de valse kunst en de glaskunst hebben we ook Drentse kunst in ons museum. Deze kunst vindt zijn oorsprong bij de familie Plenter, de oprichters van dit museum.
U vindt hier kunstwerken van Roesing, Dozy en Jannes de Vries. Een van de mooiste stukken van deze Drentse kunst is de Geit aan de Stok van Roesing. Roesing staat bekend als Drentse landschapsschilder, maar Drenthe is een vlak land, is heel moeilijk om te schilderen. Daar heeft Roesing in dit schilderij een oplossing voor gevonden door een karrenspoor erin te verwerken, waardoor je toch relief krijgt in het schilderij. En zoals je ziet, de geit die staat lekker beschut vanuit de wind. Een mooi ander voorbeeld van Drentse kunst is het middendorp uit Hooghalen, geschilderd door Jannes de Vries. Hij schilderde dit jaren na de oorlog, waarschijnlijk van oude foto's of herinneringen. Het middendorp ging in de oorlog in vlammen op. Het enige wat er nu nog staat en te herkennen is, is deze boerderij. Jannes de Vries was lid van de Groninger ploeg die veel felle kleuren gebruikte. Dat zie je ook terug in zijn schilderij. Veel van de kunst is vervalst. Hoeveel precies weten we niet. Maar we schatten toch dat 20% van de kunst die tentoongesteld wordt vervalsingen zijn. Geert-Jan Jansen zei ooit in een interview: het is de hebzucht van de markt die de vervalser stimuleert om aan het werk te gaan.